wedstrijd, Barak de Fretuur. Nog nooit gereden, maar wel heel mooi parcours. Nodige technische uitdagingen. Echt, het heeft me verbaasd. Echt mooi. Echt leuk. En veel klimmen. Ik denk niet dat daar gereden wordt. Ik denk dat ik juist zit. Ik kan me nou niet anders. Klimmetje over de asfalt. Het enige stuk dat goed bolt. Het is een wortelfestijn. Wat wel mooi is. Ik geniet er wel van. Echt een mooi parcours. C'était très dur. Ze gaan ook goede tegenstanders zijn. Altijd leuk. Een lang grasstuk hier. Dat lichtjes oploopt. Je denkt vlak, niks. Niks is hier vlak. Het is echt een lastig stukje. Laten we ons dit over de baan rijden. Niks aan de hand, hè. Nu kun je hier wel echt nog verschil maken. Barak de Fretuur. Tweede hoogste punt van België. Dus we weten dat er geklommen moet worden, hè. En skipistes en zo hier, dus. Ja, kei tof, hè. Al is het nooit super lang klimmen. Je hebt wel klimmen. Ah, moeilijk inschatten eigenlijk. 2 minuten, max, denk ik. Die ene, ja. Dat 2 minuten max, denk ik toch dat je kunt zeggen. Nu gaan we hier links en dan lanceren we op een steil stukje. Een paar jumpjes. En stijl klimmen. Echt wel stijl. Oh, mooi. Opgemaakt. Yo. Ja, met jou. Adrien. We gaan een mooi deelnemersveld krijgen. Eerlijk parcours wel, ze. Je ziet dan de snelheid. Heavy shit, hè. Hier is de beat, als ik goed herinner, scherpe bocht rechts.
En ik herinnerde mij het goed. Volgende bultje even oppassen. Al die wortels. Uit het plankje. En dan gaan we naar de drops. Jumping off the drop. Echt mooi zicht hier, hè. Dat is toch wel de max speed. En dan dit gaat pijn doen elke keer. Toch nog even naar boven. En dan gaan we drop 2. Afdaling. Dit zie je bijna niet, joh. Zo donker is dat. Misschien moet ik toch andere glazen pakken. Ik moet met een andere bril rijden. Of witte glazen, maar ja. Het zou wel wat zon, hè. Op andere stukken. Kort kuitenbijterke deze. Ook weer omdat het technisch is. Bijna vergeten. Hier rechts. Wat is dat hier schoon, ja. Hier links, rechts kijken, goh, prachtig. Hier naar beneden skiën ook leuk, ze. En het liftje naar boven. Ja, die klim hier is wel even, alleen op zich onder de 2 minuten boven, denk ik. In wedstrijd. Alleen nu is het zowel dat stuk ervoor, dat bolt niet. Maar het toch wel zwaar maakt. Wat is hier nu het goede traject? Ik zie mijn beetje slalom. Dus gelijk hoe dat je naar beneden zou gaan. Dan sta je een hek. Toch een extra lusje dan. Zo. Normaal was het recht omhoog. Dan toch even erin en terug eruit. Ruststuk in de klim. Alleen is hij nog niet overgereden vandaag, dus veel rusten is er niet aan. Kijken naar de concurrenten. Oh, en dan heb ik hier nog eerst een klein kort tjoepje naar boven. Beetje gelijk de muur in Beringen. Volgend afdalingsje. Had ik daar net nog niet volledig onder de knie. Ik had een paar dingetjes gezien. Nu ga ik eens kijken. Bultjes. Dat is goed, hè. Dat is echt binnendoor, hè. Dat vind ik geer, hè. Yo.
hier heb ik ook iets gezien van een of andere wal. Ik weet niet of dat doenbaar gaat zijn. Ja. Even wat tak. Dat hebben we schoon gefixt, zou ik zeggen. Oh, dit wordt een goed stuk. Het is inderdaad geen super makkelijk stukje, maar wel leuk. Ja, eigenlijk hè, is heel dat parcours leuk. En is elke afdaling makkelijk. Maar het is gewoon als je snelheid maakt. Nou, ik wou zeggen, is het veiliger. Maar dat is niet... Oeh, de vogel, ik schrik me dood. Is het veiliger, zou ik zeggen? Een soort van veiliger, maar ook weer niet, denk ik. Hier moet ik straks naar links en naar rechts voor naar ons verblijf te rijden. 21 minuutjes over een toer. Op het gemak, hè. Terug langer klimmen, maar redelijk makkelijk klimmen. Al is het einde wel wortelig. Ik ben gewoon binnen de. Wat ik me nu wel bedenk. Als je hierover doet, gaat dat technisch keiveel verliezen. Dus eigenlijk is het gedoseerd klimmen en het technisch deur trekken. Technisch, ja, al oud, hè. En dit is gewoon casual climbing. Oh, ben ik blij dat ik een foelie heb. Rechts. Ik ging nu aan technisch klimmen. Top longt. Veel verschillende lijnen. Iedereen gaat een andere nemen. Denk ik. Er is niet één. Goeie powerlijn. Ik zeg altijd, rechte, dat is het beste. Oh, dat laatste stuk. Moordend. Wortelafdaling. Vind ik sketch. En volgende klim. Netjes, echt netjes rondje.
dan bolt hij het op een schoen. Dus casual pace. Hier is links. Ook wel iets langere klim, denk ik me nu, als ik weet wat er nog komt. Dus deze stijlstuk kwam nog. Ja, dit is echt een lange klim. En ook geen afdaling meer. Dat kan veel volper naar links. Ook hier weer. Als je aan de voeten diep gaat, bekoopt het. Een stukje dat slecht bolt. Dan zijn we zo goed als rond. Dat blijft klimmen, hè. Ja. En dat is eigenlijk gewoon van beneden tot boven. En die stukjes die dan licht naar beneden gaan, heb ik geen knijt aan. Hier gaan we nog een technisch stukje in. Ik dacht, ik probeer eens iets anders. Niet dus. Gewoon de lijn houden. Laatste stukje berg op. En we zijn rond. Beautiful course.
en beautiful race, daar ben ik zeker van.